Toby, hou je vast. Ja. Ik hang net op met de NPO. Ja. Je krijgt een eigen culinaire show. Wat leuk. Ja, is het er eindelijk doorheen? Nou, daar ben ik hartstikke blij mee, ja. Nou ja, heel erg bedankt voor de springplank, jongens. So long, slettenbakken. Ik dacht er niet, die moeten er ook in zitten. Leuk! Oh, maar ik bepaal wel wat we gaan doen. Nee, we krijgen alle drie een eigen aflevering. Leuk. Leuk, hè? Ja. Nou. Goed, Toby. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de Hoge Veluwe tot aan Bordeaux, je ziet het in de FOMO Show. Hey! Nieuwe aflevering. Ik zit aan het hoofd en ik mocht vandaag dus kiezen. Dan wil ik wel heel graag waar Nederland ook al bekend om staat. Kaas. Nee, vis. In de supermarkt heb je natuurlijk maar 2-3 soorten vis. Maar ik denk er is zoveel te ontdekken. Zoveel moois in Nederland te proeven. Want wij reizen namelijk af naar Schiermonnikoog. Ja, we gaan zelf met onze blote mannen knuisten gaan we vissen uit het water trekken. Ja, schaaldieren, schelpdieren, vissen. En dan maken we daar een Fruit de Mer plateau mee. Een soort resumeren om Nederland te eren. Een snobbiste plateau? Heb je Suspiracy niet gezien? Ja, heb ik gezien. Onzin. Ja. Maar ik heb ook nog een leuke verrassing voor het einde. Wat dan? We gaan namelijk naar een waddeneiland, ja, jongens. Ja, Schiermonnikoog. Ja. En ik heb uiteindelijk geregeld dat jij die Fruit de Mer klaar gaat maken. Fruit de Mer. De Fruit de Mer ga jij klaarmaken voor de burgemeester. Oh! Ja! En ik heb een eer hoog te houden daar, want ik kom er vaak. Dus ik heb voor mezelf een date geregeld met de burgemeester en ik wil een goede beurt maken. Wat? Met de burgemeester. Ja, wil je een beurt maken met de burgemeester? Nee, 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 zeg maar, ik wil gewoon goed overkomen. Vind je het lekker? Nee, ik kom daar vaak. Ik wil gewoon... Ja, weer komt er altijd een dag, burgemeester. Snap je? Hé, dat is toch gaaf? Weet ik niet. Straks vangen we niks. Sta ik daar met een schaal ijs voor de burgemeester? Nou, dan ga je lekker naar de Brunekreef supermarkt. En dan haal je daar even wat uit het schap. Je regelt het maar. Doe me een vegan zalmfiletje. Godverdamme. Vegan zalmfilet. Ja, we gaan niks vegans doen deze aflevering. Het is voor de burgemeester en niet voor jou. Ja, ik moet een beetje voorproeven. Ja. Heb je precies Percy gezien? We gaan een culinaire reis maken naar Schiermonnikoog. Ja. Vis! Hey. Kijk, Toby daar staan. Nu al, man. Aan de verpieteren. Ik dacht, we gaan gewoon vissen. Dus ik heb een warme jas aan. Tenminste, de warmste die ik heb. Zo warm is hij niet. Wat hebben jullie aan? Ja. Ja, dat stond toch gewoon in je e-mail? Ik heb gisteravond, maar er zaten wel wat flessen Pinot Noir in. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar heb ik gewoon gelezen. Een jas en wandelschoenen. Ik heb hoge sokken aan. Nou, dat ik wist dat het koud ging worden. Maar wat hebben jullie aan? Mijn visserspak. We gaan badlopen ook. Hè? Het is jouw aflevering. Nou, ik heb mijn chefsbuis mee. Ja, het scheelt. Jouw ultieme wapen is je houding. Hè? Ja, het lijkt alsof hij capuchon op heeft, want dat is helemaal niet. Nee, dat is gewoon zijn rug. Nou, zullen we nou maar gaan? Mag ik die dragen, alsjeblieft? Ik wil niet dat nu in de montage lijkt alsof ik met zo'n fucking rolkoffer hier naartoe ga. Oh, wat een ijdel tuit ben jij, zeg. Nee, maar zo monteert Matthijs dat dan. Wat een ijdel tuit ben jij. Je hebt zo'n tuit. Hallo, wacht even. Oh. Wat een idioot. Kijk dan, een Michelin-mannetje. Jasper ziet er gewoon meer uit alsof hij onder een brug heeft geslapen. Halverwege de enorme steiger staat onze kapitein Eppo, visserman Jan en onze gids Koos voor het watlopen ons op te wachten. Dat is een mooi schip. Zo, mannen. De planning is om met kapitein Eppo en visserman Jan op het wat te gaan vissen voor het Fruit de Mer plateau voor de burgemeester. Maar of dat zo'n goed plan is, moet nog maar blijken. Als we wat vangen. Als we wat vangen, want? Nou ja, het is februari, dus het is niet gezegd dat er een visje zwemt of een kanaal zwemt of zo. Dat weten we niet. Oh, dat wordt al mooi voor de burgemeester. Kijk eens staan. Hoe ben jij ingesnoerd? Ja. Ja, ik ben een kind. Safety first.
Nou, en ik las laatst sowieso een artikel dat het niet zo goed gaat met het zee. Ik heb laatst weer te lezen dat de recordvangst de paling uit het IJsselmeer getrokken worden. Dus je moet niet zoveel van die linkse journalistiek lezen, Daan. Daar word je gewoon depressief van. Je zal het zelf zo merken, de zee zit bomvol vis. Er is niks aan de hand. Ja, ik ben benieuwd. Jongens, we gaan varen. Oké, Eppo. Oké, nou we kiezen het ruime zon. Los het anker. Los het anker? Nou, die ligt nu in het schip. Ahoy. Los het anker. Liggen. Ja, alsjeblieft, ga maar jij in het veronder liggen. Jou hebben we niet nodig. Los het anker. Drossel los! Dag Matthijs! Omdat vissen vanaf een schip een serieuze aangelegenheid is, krijgen we een paar belangrijke veiligheidsinstructies van visserman Jan. Even werkoverleg. Zij gaat het netje overboord. Niet onder de giek gaan staan. Niet in de touwen gaan staan, maar dan ga je mee. Is alles duidelijk? Ja. Gaat het lukken. Ik moet zeggen dat het best heftig is dit. En min 10. En je krijgt de hele tijd plens water in je gezicht. Eenmaal ver genoeg uit de haven van Lauwersoog kan het vissen beginnen en moeten we aan het werk. Het net gaat erop. Het net. Waar is Jasper nou? Hè? Sorry. Een breukje gaat denken. Wat moeten we doen? Ja, het net moet erin en heeft hij net 10 minuten uit staan leggen. Niet op het net staan, want dan ga je mee. En dan zometeen moeten we dit loshalen. Contact houden met Eppo, hè? Welke touw? Die? Die moeten we aantrekken. Ik vind dit spannend. Ik vind het echt leuk. Ja? Ja. Oké, daar gaat hij. Hatsa. Wat heb jij gedaan? Je hebt allemaal mayonaise in je snor. Dus op het moment dat er gevist moest worden, zat hij... Ja, aan de frikandel? Nee. Jasper wil tijdens dit programma zeggen dat hij geen vegan is om kritiek te voorkomen. Maar pak je moment tegen Jelle. Niet om kritiek te voorkomen, omdat ik gewoon heel af en toe weer een uitzondering maak. Dat deed je altijd al. Maar nu noemt hij het niet meer vegan, ja. Waar hoop je op? Een vol net. Toch wel zeker 6-7 soorten zeevruchten en vissen nodig. Anders is het geen Friedemerplateau, dan is het gewoon één vis op een mort. Hoe gaat het tempo? Nou, niet geweldig. Maar dat blijft spannend, je weet het nooit. Ik weet zeker, wij hebben Jasper mee. Manifesteer jij even een vol net. Vertel even wat manifesteren is. Zonder het woord mind te gebruiken, want dat wil ik niet horen. Heb je wel zo'n kwantumfysica gehoord? Nee. Oh. Ja, maar heeft u wel eens gehoord van het feit dat alles wat van materie is eigenlijk energie is? De boot ook. En eigenlijk is alles met elkaar verbonden. Je kunt dus intunen op dat energieveld. En daarmee kun je als een soort magneet dingen naar je toe trekken. Mijn bek valt open. Het is echt heel simpel. Alles is energie. Nee, als jij iets spiritueels uitlegt, begin je altijd met... Het is allemaal energie. En het is wetenschappelijk. Ja, Einstein zei dit zelf. Ja, maar het eerste is inderdaad wetenschappelijk. Maar de rest is allemaal aannames. Spirituele aannames. Het komt erop neer, als je maar heel erg gaat denken aan dat het lukt, dan lukt het. Ga vreselijk denken. En denken dat het lukt. Dat is manifesteren. Denken dat het lukt. Misschien gaat er een wereld voor ze open. Ja. Volle met. Ja. Maar dat lijkt dus al die jaren het probleem te zijn. Wat had al gezegd? Moeten manifesteren. Terwijl kapitein Eppo nog steeds zijn best doet om een geschikt stukje Waddenzee te vinden om het net te laten zakken, betekent dat voor ons wachten om in actie te komen. Maar dat valt natuurlijk niet mee voor ons omhooggevallen randstedelingen. Het is tenslotte koud en van al dat harde werk hebben we een beetje honger gekregen. Broodje neerleggen! Jasper, schiet nou eens op! Ja? Je zou aan dek blijven! Kom jongens! Opschieten! Zeg Jasper, kom jongens. Waar zijn we nu op aan het wachten? Geen idee. Tot het net gaat zakken. En net terwijl we ons binnen afvragen of Jan geen loopje met ons probeert te nemen, komt het lang verwachte seintje van Eppo uit zijn kajuit. Jongens, we gaan aan hoor! Ja? Oké! Gaan beginnen. Na een stukje over het wat te hebben gevaren met het net slepend over de bodem van de Waddenzee, is het grote moment daar. Dan, we gaan het net ophalen. Ja, gooi me los. Helemaal los. Dit voelt goed. Homo. Oh, moet ik trekken hieraan? Nee, hij moet hierin. Je moet hem niet aantrekken. Oh, Matthijs, je staat in de weg. Dat manifesteren van jou maak je helemaal in de war. Moet ik hem loslaten? Willekeurige kabels ja? Trekken. Dat gewoon een Audi helemaal chockvol. Chockvol. Hey, kijk touwtje nou. Los. Zo. Hallo, jongens. Zieke kramp, kijk dan. Oh, dat vind ik zielig. Die grote, die moet het teruggooien. Ja, die grote is het enige wat we kunnen eten. Deze hoort hier helemaal niet. Dit is een exoot. Zo'n Chinese bolhangkrab. Maar hoe komt die hier dan? Met ballastwater. Met van schepen. Maar deze zijn dus heel goed eetbaar. Nou, mooi. Welke is nou een vrouwtje? Welke is nou een mannetje? Ja, dat kun je aan de buik zien. Ja, een vrouwtje heeft een bijenkorfje en een mannetje heeft een vuurtoren. Nou, en dan is dat het mannetje. Ja. Wow!
Maar zou dit mannetje dan zo'n groot vrouwtje kunnen... Oh, vast wel. Ja? Jij kan toch ook neuken, Jasper? Dat is toch niet erg? Pak je het er zelf even uit. Ik zie het. Hey. Oh, kijk, dat is Toby. Is dit eetbaar? Dit is het lekkerste visje van wat? Een schaar. Een schaar? Maar genalen, genoeg jongens. Jasper, help nou eens even mee. Ja, nee, ik hoef dat niet. Pak vast. Het is een knap. Zo. Ex-vegan van niks. De grote eruit zoeken. Jep, help even mee. Jij bent geen vegan meer. Oké, ik ben een vegan. Het gaat echt zo snel met Jasper, hè? Zoek de grote! Ja, pak gewoon een handje op, er is. Zal ik het even doen? Ja, doe maar, doe maar. Doe maar, doe maar Jasper. Sorry, genaaltjes. Is dat genoeg? Oké, ja. Er zitten er allemaal kleintjes bij. Je gaat ze zelf pellen. Oké, en dan ga ik het nu terugzetten, de rest. Oké, jongens? Met deze vangst, wat betreft het vissen vanaf het schip, moeten we het doen. En dus gaat het net weer naar binnen. Jongens, jullie zijn bijna volleerde vissers. Hey! Hey! Woehoe! Ik heb natte sokken nu, lul. Ja, ik moest het toch wegspoelen? Ja, maar niet mijn schoenen. Zijn die niet waterdicht dan? Dat is goed, toch? Nee, Matthijs, die grote bek bevalt me niet zo. Heeft hij weer een grote bek? Ja. Nee. Dit zijn bootschoenen. Ja. Moet je je maar even voorstellen dat Jan deze dingen aan heeft. Jan vindt ze ook mooi. Dat zie ik. Een playboy op een cruiseschip heeft zulke schoentjes aan. Ja. Nou ja, dat bevalt hem wel. Ja. Playboy op een cruiseschip. Zal ik het even doen? Arm en benen binnenboord, Jeppe. Ja, ja, maar ik ben toch even de ding aan het ophangen. Zeg je dat? Gelukkig, vooral voor Tobias met zijn kapiteinslovers, vinden we allemaal een paar passende laarzen. Tot een compleet PVC-watpak aan toe voor het volgende onderdeel. We gaan even een klein stukje over de steiger lopen hier. We nemen ook rechts de Waddenzee droogvallen. Het is eb, het is om 6 uur, laatste punt. En dat is gunstig voor dan, het... Wat lopen moet je altijd bij laagwater? Wat lopen moet je altijd doen als het water zo hoog mogelijk? Het is niet slim om te gaan watlopen, Jasper. Oké, okay. Ik bedoel meer maar net het gunstigste moment om iets te vangen. Wat te vangen? Ja, oesters. Het is niet zo'n gunstige tijd nu. Om, Dat is fijn dat we er eigenlijk elke keer achter komen dat we deze aflevering beter niet hadden kunnen draaien. En mochten we iets eetbaars vinden, dan, nou ja, dan is het meegenomen. Ja, kijk, het zit namelijk zo. Tobias gaat koken voor de burgemeester. Voor Ineke. Voor Ineke. In Zeekraal, dat groene plantje, dat is ook heerlijk. Maar ja, dat is er nu niet, dat is te vroeg. Ik heb me ook laten vertellen dat Ineke niet zo heel veel groentes eet. Ze zit van GroenLinks. Zeehonden op de barbecue en zo, daar houdt ze van. Ze gaat altijd in de lente gaan, ze altijd zeehond knuppelen. Dat is hier ook misschien wel een ogendingetje. En welke schelpdieren zouden we tegen kunnen komen? Nou, misschien dat we een oester zien. Verwacht er niet te veel van. Ik moet wel nog even plassen. Okay. Jasper. Nou, ga plassen. Nou, Plasper de Molin. Toch grappig. Nadat Jep is wezen plassen, vertrekken we vol goede moed richting het wat op zoek naar schaal en schelpdieren voor het Fruit de Mer plateau voor Ineke, de burgemeester van Schiermonnikoog. Geen idee. Wel schrikdraad. Nee, joh. Laura, hou hem vast. Gewoon zitten met mijn laarzen. Kijk dan. Wie is dit? Ja, dat is voor onze opnames heen te gillen. Oh, man. Oh, dit is lekker. Oh, dit is echt wel lekker, man. Kom op. Hé, hey, hier is ook kokkel, jongens. Atza. Nee, het is geen mossel, nee. Ik weet niet wat voor soort het is. We zijn hier dus wel om... Hier. Klei. Klei? Denk het wel. Hij raapt klei op. Maar Tobias gaat volhardend door met het zoeken naar schelpdieren. En dat wordt niet veel later dan ook beloond. Atza. Hier heb ik er een. Maar heb je ook een emmer mee of zo? Nee, dat doe ik. Doe maar in je zak. Hier kunnen we het gewoon niet doen. De seksbroek van Matthijs. Ja. En wel een mossel. Hé, hey. Hè? Waar had je die gevonden dan, Toon? Ja, waar heb ik die gevonden? In de supermarkt, Matthijs. Je zegt zo'n kwaad jongetje. De basisschool. Maar lag die in het water? Hij lag gewoon hier op het wat, waar we nu lopen. Lag die in het water? Maar als het vloed is, staat hij helemaal onder water. Zoveel. Zo hoog. Nee. Gemiddeld zo hoog. Nee. Staat hier geen water. Nee, heel gek. Maar ze weten niet hoe dat komt, Jasper. Maar... Langzaam maar zeker begint het doorzettingsvermogen van de nukkige Tobias op deze ogenschijnlijke kansloze missie meer en meer zijn vruchten af te werpen. Hey. Alweer, hè? Oh, ik heb gewoon een feestmaal. 4 mossels en 4 kokkels. Kokkels. Waar moet je nou op letten? Een kokkel die leeft eigenlijk net even onder het oppervlakte, zie je? Koos gaat even kijken of hij een zak heeft. Maar ik draag hem nu. Want de oogst zo uitbundig. Hier zou erin kunnen. Mossel op nu. Ja. Hop. Heel goed, Jasper. Maar we hebben het nou wel, toch? Wat terug? Ik wou nog even daar kijken. Ja.
En dan, terwijl we op een klein goudmijntje van oesters lijken te stuiten, gaat het helemaal mis. Er zitten er wel veel meer. Oh, vet. Ho, 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 ho. Gaat hij staan lachen? Ik zit nu al vast. Ja, ik zit ook vast. Ik zit in die kamer. Kut, ik ook. Daan, ik ben bang dat we jou hier achter moeten laten. Ja, ik kom hier in mei, juni wel weer. Dus. Met die, ik krijg het pak niet mee. Oké, gered. Nou, de redding van een honderd jaar de meneer die hem dus eruit moet trekken. Ja, dat is toch wel... in en in triest. Het is hier een soort lopend buffet. Allemaal oesters. Die liggen hier allemaal gratis voor het rapen. Ben je blij, Jan Wolkers? Ik ben net getraumatiseerd omdat ik hier vast zat. Het is mooi geweest. Die zak van Toby zit vol, dus... Hou even van. Zo. Omdat ik even doorstel. Is dit nou... Ja. Super eng. Ja. Nou, ja, hallo. Voor jezelf. Ik zie Matthijs ook al gulzig lachen naar dit biertje. Wil jij een slokje? Ja, die wil zeker een slokje, ja. Oh, Matthijs, ja hoor. Oh, de twee alcoholisten die vinden elkaar weer. Ga elkaar anders even vinger in het wat. Oh, ja, nou ja, Matthijs heeft die gele latex broek van hem. Wil jij een slokje? Je toch wel lekker hoor, heerlijk. Hey, hey, hey! Bijna de vis voor de burgemeester. Mooi aan dit hotel, Toby. Zal jij leuk vinden? Nou, ik ben er wel eens geweest met jou. Ja. Dit weet jij nog niet. Dit is het hotel waar Prins Bernhard ook altijd sliep. Want jij wordt ook wel Young Prins Bernhard genoemd. Het enige wat niet overeenkomt is je... Een nazi-verleden heb ik niet. Nee, maar ook gewoon een oude vieze billenknijper. Je stamt wel af. Maar je stamt wel af van een marquise. Marquise. Oh. Heel erg ongemakkelijk. Die eilanden zijn niet per se heel verwelkomend, hoor. Waarom staat er niet een muziekje aan of zo? Hallo. En we hebben net de zee leeggetrokken met deze geweldige... Zou dit misschien ergens in de koelcel kunnen? Ja, geweldig. Het is voor de burgemeester. Het is, ja... Kamer 37. Kamer 30 is de tweede etage. Zo, Daan, hè? Spekkoper. Nou, over kwartier beneden, jongens. Ik ben heel dorstig. Zou ik één biertje mogen en een berenburgertje? Zeker. Heerlijk. Santé op de burgemeester. Dat we er maar mogen voorzien van een heerlijk vriendenmerkplateau. Proost. Wat een vlammende speech. Oh ja. Ja, heerlijk. Oh. Alleen voor echte mannen. Valt wel mee. Mijn opa dronk dit. Heerlijk restaurant. Daar is hij. Dit is ook Bernhard. In de uniform. Gewoon een van mijn idolen. Ja, de koningin. Even lekker wat eten nu. Het is net de Titanic, hè? Ah, dit is de goud. Oh, ik heb honger. Hij is goed. Goed uitgekozen. Is knap van je. Het is ook een Beaujolais. Beaujolais. We hopen dat het lekker is. Wat is nou weer de beste manier? Je doet dat de bovenkant zo en dan kun je het zo doen. Je kan het ook in je haars houden en dan komt het er ook wel weer uit. Het heeft wat verfrissends tussendoor. Dan let weer een beetje op te frissen met een koud pilsrakkertje. Pilsrakkertje met een koud... Die komt niet meer uit je borden. Het is gewoon die zeelucht die mij heel dorstig maakt. Toby, je bent elke dag dorst. Andere dorst. Een mooie krulhaar. Ga maar, Daan. Wat is er met jou aan de hand, Jeppe? Jasper, je gaat kan niet nog meer. Niet naar bed. De avond is nog jong en wij gaan naar de grachten. Dan op het koken voor de burgemeester. Eigenlijk in het gewoon burgemeesteres. Ik best geil eigenlijk. Als je er zo over nadenkt. Ook omdat ze van GroenLinks is. Wat probeer je nou? Goed voor jatten. Dit is een stapeltje. Nee, het is een stapeltje. Oh. Ben je nou al aan de beurt geweest of wat? De vrouwtjes hebben aan leren rond. Wat je leuren. Het niet. Gaan we zo zien. Hadden een tox. Schibitza 2024. Ik vind het lekker een wijf op Schibitza. Zeg maar schaambitza noemen ze het ook. Ruikt hij naar seks? Laat mij maar even. Maar die blijft hij vanaf. Ik ga even dat komen. Down in a kapot. Maar ja, dit is hoe het bij de NPO doet. Ik was even niet in mijn kruis. Heel lekker. Schibitza! Oh, nylon!
Het is de grote dag. En dat terwijl we alle drie met een lichtelijk krokant hoofd opstaan na een avondje doorzakken op schierpizza. Na het ontbijt naar binnen te hebben gewerkt, waar prins Jeppe zoals altijd op zijn eigen tijd aanschuift, moeten we dan ook zo snel mogelijk aan de slag om het Fruit de Mer plateau op tijd af te krijgen. Hallo. Hallo. En wat is het plan? Het scharretje fileer ik eventjes en dan maken we een tartaar van. Dan hebben we de mosseltjes, die maken we met crème fraîche van Franse manier. Kokkeltjes, nou die dacht ik, die kook ik af en die serveren we koud met een beetje citroensuiker. Gaat het allemaal lukken in anderhalf uur? Nou, waarom denk je dat ik in paniek ben? Ja. We kunnen ook alles afkoken en op een bord flikkeren, ja. En dan reed ze net zo. Gewoon lekker in de frituur flikken die hele vangst en dan heb je gewoon een soort vissticks. Zo werkt het niet, Jan. Waarschijnlijk met graten al. Ja. Oh, nee, er moet gewoon gewerkt worden. Maar we verliezen kostbare tijd, kostbare minuten. Twee vissticks. Onbeleefd. Wat? Doet hij dat nou? Hartelijk dank. Ik krijg ook wel een beetje stress eigenlijk. Ik ga mij even omkleden. Hè? Ja, je gaat helpen? Ik moet de burgemeester ontvangen zometeen. Even nog steeds allemaal. Hij komt eruit. Oh, wat verschrikkelijk. Oh, lijkt wel een horrorfilm dit. Hoe ga je dat wassen terwijl ze allemaal leven? Nee, die krabben moet je dan even lospakken. Oh my god. Als je dit eet, Jasper, dan moet je ook gewoon zo gaaf zijn om het schoon te durven maken. Oké, dit moet allemaal gewassen. Dit moet je in de keuken schoonmaken, daar komt de vieze vaten. Niks aan hem. Zo, dit is gewassen. En waar moet het dan heen? Laat maar hier staan. Dan gaan we die krabben doen. Ik heb nog nooit een krab gekookt, maar wel kreeften. Dus ik doe het op de kreeftenmanier. Ik trek gewoon een mes door de kop en dan gooi ik ze in het water. Ik bedoel, dit hoort wel bij het eten van dieren. Ze worden door iemand doodgemaakt. Ja. En als je ze eet, moet je het ook zelf kunnen doen. Anders dan vind ik je een lafbek. Tijdens het omkleden heb ik helaas niet zo'n goed nieuws te horen gekregen. Wat ik daarom zo snel mogelijk met mijn twee vrienden zou moeten delen. Ik heb wel één dingetje. Ja. De burgemeester heeft net afgebeld. Wat? Wat? Nee, je lult. Altijd. Nee. Ja. Nee, dit heeft niks met politiek te maken. Wat? Misschien heeft ze het programma gekeken en heeft ze jouw uitspraken gehoord. Maar voor wie koken we dan nu? Gaan die dieren allemaal voor niks te dood vinden? Hallo, voordat we helemaal in mineur raken, hele goede vervanger gekregen. Oh. De wethouder. Dat vind ik goed. Ook zo kort, kort dag. Ja, geen teleurstelling meer? Iemand van, is het een man of een vrouw? Maakt het uit of het een man of een vrouw is? Ja, hoe we het opdienen. Is dat nou weer voor onzin? Kijk, dan kan Jasper gewoon die ui zo in bonken snijden in plaats van mooie rachtlijn. Dan maakt dat niet uit. Snap je? Oké, ja, we gaan. Die gaat uit zijn lijden verlost worden. Kom maar, jongen. Mes gaat erin. Sorry, lief krabbetje. Oh, wat heftig. Pak je hem hier vast en gelijk in het kokende water tak en oh my god. Ja. Sorry, lief krabbetje. Ah, fuck. Oh, sorry, lieverd. Ah, sorry, lieverd. Sorry. Oké. Nou, up erin. Oh, wat verschrikkelijk dit. Is ook niet leuk. Nou, je hebt het wel gedaan. Ik ben het helemaal eens. Als je het eet, dan moet je dit ook kunnen. Dit zou iedereen eens een keer moeten doen. Dier vermoorden of niet zelf te doden? Zo zwart-wit is het niet. Tuurlijk is het wel zo zwart-wit. Iedere dag eet je, dus je indirect dood je. Je bent er toch verantwoordelijk voor? Maar nu laat je het iemand anders voor je doen. Zelf dat je een huurmoordenaar inhuurt om je schoonmoeder te vermoorden. En dan zeg je, nee, maar ik heb het niet gedaan. Nee, het was een huurmoordenaar, ja. Ja, maar je hebt wel betaald om het te laten doen. Ja, jullie hebben wel gelijk, ja. God, probeer ook maar de advocaat van de duivel te spelen. Wat ben je nou aan het doen? Garnalen koken, daarna de kokkels. Kokkels? Gaan we de vinaigrette even maken. Wat? Daar gingen de kokkels. Jasper, hoe gaan de garnalen? Ja, ik heb er 3 of zo nu, ja. Je moet er nog 200. Maar we hebben nog een kwartier. Het is echt priegelwerk dit. Ja, sneller priegelen. Nou, regel jij even terug uit. Sjoesjoe, hap, hap, hap. Snel. Oh, lekker. Je hebt het vanochtend ook na een avondje drinken. Oké, hop, door. We hebben haast. Ja, ik doe mijn best, joh. Ja. Ja, ik wel. Ja. Ik ga een ander klusje doen. Nee, het opgebokt. Werken. Atza, witte wijn in de ochtend. Daan, ik heb nu even geen zin voor je documentaire. Frans Bromet. Tjak, 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 tjak. Hop, en shuff. That's how you dance in the kitchen. Oké. Okay. 8 garnalen.
Ja, weet je hoe lastig het is die dingen te pellen? Ja, maar we hebben een Fruit de Mer plateau beloofd. Ja. Maar niet acht garnaaltjes. Had dan ook wat grotere garnalen gevangen of zo? Ik was op de boot nog de grote aan het selecteren. Maar je dacht, neem gewoon een hand. Ik dacht, nou prima. Kunnen ze niet met schil geven? Hou je bek even en werk door. Volgens mij kan je dit echt prima eten zo. Niks mis mee. Yes? Er is nu gewoon garnalen met schil aan het eten. Niet lekker of zo. Kan wel. Godverdamme. Terwijl chef Toby en zijn hulpje Jeppe de laatste hand leggen aan het Fruit de Mer plateau, is het mijn tijd om in actie te komen en de wethouder te ontvangen. Ben je een echte eilander? Of, Ja, dat is een beetje, wat is een echte eilander? Hè? Nee, maar ik ben aankomenspoelen. Ik kan nu niet high-fiven. Wacht. Nou, dit is hem dus. Mevrouw Zonneveld, Tobias Kamman, die heeft een Fruit de Mer klaargemaakt. Zo. Dus ik ga ze even zeggen dat ze mogen komen. Super. Ben je er klaar voor, Toby? Ga je er nog iets bij vertellen? Of, ja, zullen we... Jasper! Vuil mormel, leg terug. Maar ik wil ook een liefste. Ja, misschien laat ze wat over. Leg nu terug. Ik wil meteen Daan alles op. Nee, ja, dat is het idee. Laat mij het helemaal dragen. Leuk jullie te ontmoeten. Ja, we hebben een Fruit de Mer plateau. En het is allemaal gevangen rondom Schiermonnikoog. Mosseltjes op Franse wijze. Wat cocktailsaus, Hollandse garnaaltjes. Oesters van het Wad hier met eventueel wat vinaigrette. Noordzeekrab gepocheerd in boter. Kokkeltjes en een ondermaats scharretje. Die we verwerkt hebben tot een klein tartaartje. Geniet ervan. Dankjewel. Eten jullie niet mee? Dat is bijna jammer, zou ik zeggen. Ja. Nou, Jasper wil heel graag aan de oester. Schuif maar aan. Proost op Schiermonnikoog. Het is volgens mij de huiswijn. Ach, nou goed. Proost. Ja, het smaakt ook als een huiswijn. Ondankbaar. Schiermonnikoog. Ik vind niet dat jij hier heel deftig zit te eten. Ja. Niet deftig eten. Nee. Zo, oké, wil ze ook wat van die garnalen, zeg maar. Ja, natuurlijk. Daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Het is wiens Fruit de Mer plateau is het, Jasper? Ja. Echt een liefdebereid, dat proefje. Ja. Oh. Ja, goed gepeld. Cocktailsaus is ook lekker trouwens. Ja, die is van hier. Ja. Nou. Moet je FOMO hebben voor het vangen van je eigen maaltje uit de Nederlandse Zee? Ik vond het enorm leuk om te zien hoe het eigenlijk allemaal werkt, dat vissen. En zeker met deze gezellige gasten. Jan, Eppo en Koos. Het watlopen vond ik ook echt te gek. Het is gewoon de natuur. Het loopt dwars door dat wat. Al die oesters. Nou ja, dat Waddeneiland Schiermonnikoog is mij gewoon zo dierbaar. Dus ik vond het heerlijk om daar weer rond te lopen en lekker met de wethouder af te spreken. Helaas niet met de burgemeester, maar... Wel een leuke wethouder. Echt superleuke vrouw. Ik geef het 4 dino's. Ik vond het ook echt een unieke ervaring. Ik heb natuurlijk wel een beetje moeite met de dieren vangen, maar ik vind het wel goed om het een keer te ervaren hoe dat gaat, want dan weet je ook dat daar ten eerste dat het echt heel veel moeite kost en dat het dus niet gewoon maar een soort filetjes zijn die je koopt, maar het zijn gewoon levende dieren. Ik vond het wel echt heftig op die boot. Guur weer, gewoon de hele dag koud gehad, dus ik heb echt respect voor die mensen die dit iedere dag doen voor ons eten. Wat lopen vond ik ook echt heel gaaf. Gewoon, het was gewoon een leuk uitje. En ik geef het gewoon lekker 4 jeppejokers. Ik heb me echt ook wel echt kostelijk vermaakt. Het haalt het kind weer in mij naar boven als je zo net in het water en die spanning van wat gaan we omhoog halen. Ik vond het watlopen ook leuk inderdaad. Ik hou van koken met vis. Ik ben er gek op. Alleen ik vind het toch lastig als je zo dat die koude grijze massa uit het water trekt en al die leventjes. En dat je dat dan eigenhandig moet doodmaken. En ik merk dat ik wel een beetje een soort knoop in mijn maag ervan krijg. Want ja, het liefst koop ik natuurlijk ook gewoon een filetje. Denk ik er niet over na dat het een levend wezentje was. Maar al met al denk ik wel dat het heel goed is om eens een keer zelf je vis te vangen of hier op het wat een oester open te trekken. En is ook gewoon heel erg leuk en lekker. Al met al geef ik het 5, Toby. No! Dus moet je FOMO hebben voor het vangen van je eigen vis in de Nederlandse Zee? Ja. Ja. Vond je dit een leuke video? Laat het ons alsjeblieft weten. Dat vinden we leuk. Gooi die comments vol. Doe een duimpje. Abonneer op dit kanaal. En dan graag tot de volgende FOMO-show.